Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van WK Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken hoe de poolfases zijn geëindigd, wie er door zijn naar de volgende ronde en wat de uitslagen waren. In de eerste ronde in groep A speelde Qatar tegen Excelsior, dat werd 0-2 en Senegal-Nederland werd ook 0-2. In groep B won Engeland met 6-2 van Iran en Amerika-Wales werd 1-1. In groep C speelde Argentinië tegen Saoedi-Arabië, dat werd verrassend 1-2 voor Saoedi-Arabië en Mexico-Polen werd 0-0. In groep D werd Denemarken-Tunesië 0-0 en Frankrijk won met 4-1 van Australië. In groep E verloor Duitsland verrassend met 1-2 van Japan en Spanje won met maar liefst 7-0 van Costa Rica. In groep F speelde Marokko 0-0 gelijk tegen Kroatië en won België met 1-0 van Canada. In groep G won Zwitserland met 1-0 van Cameroen en won Brazilië met 2-0 van Servië. En in groep H speelde Uruguay en Zuid-Korea met 0-0 gelijk en won Portugal met 3-2 van Ghana. In ronde 2 in pool A verloor Qatar met 1-3 van Senegal en speelde Nederland en Excelsior wou ik zeggen en Ecuador 1-1 gelijk. In pool B verloor Wales met 0-2 van Iran en speelde Engeland en Amerika 0-0 gelijk. In groep C won Polen met 2-0 van Saoedi-Arabië en Argentinië met 2-0 van Mexico. En in groep D verloor Tunesië met 0-1 van Australië en won Frankrijk met 2-1 van Denemarken. In groep E verloor Japan, die dus de eerste wedstrijd van Duitsland had gewonnen, met 0-1 van Costa Rica en Spanje tegen Duitsland werd 1-1. In groep F verloor België met 0-2 van Marokko en Kroatië tegen Canada werd 4-1. In groep G speelden Cameroen en Servië 3-3 gelijk en won Brazilië met 1-0 van Zwitserland. En in groep H won Ghana met 2-3 van Zuid-Korea en Portugal won met 2-0 van Uruguay. In de derde en alles beslissende ronde speelde Ecuador tegen Senegal werd 1-2, wat betekent dat Senegal door is naar de volgende ronde en Nederland won met 2-0 van Qatar, die als groepswinnaar doorgaat naar de volgende ronde. Iran-Amerika werd 0-1 en Wales-Engeland werd 0-3, wat betekent dat Engeland en Amerika door zijn naar de volgende ronde. In groep C verloor Polen met 0-2 van Argentinië en Saoedi-Arabië verloor met 1-2 van Mexico, wat betekent dat Argentinië en Mexico door zijn naar de volgende ronde. In groep D won Australië verrassend met 1-0 van Denemarken en Tunesië verrassend met 1-0 van Frankrijk, wat betekent dat Frankrijk en Australië door zijn naar de volgende ronde. In groep E, dat was een hele spannende, speelde namelijk Costa Rica, die verloor met 2-4 van Duitsland. Maar omdat Japan met 2-1 van Spanje heeft gewonnen, zijn zowel Spanje als Japan door naar de volgende ronde. Wat betekent dat Duitsland dus al is uitgeschakeld. In groep F, vergelijkbaar iets, Marokko won met 2-1 van Canada. En Kroatië-België werd 0-0. Wat betekent dat België is uitgeschakeld en dat Marokko en Kroatië doorgaan naar de volgende ronde. In groep G won Cameroen verrassend met 1-0 van Brazilië. En Servië verloor met 2-3 van Zwitserland. Dat betekent dat Brazilië en Zwitserland door zijn naar de volgende ronde. En in groep H moest Zuid-Korea tegen Portugal. Dat werd 2-1. Ook weer verrassend. En Ghana verloor met 0-2 van Uruguay. Wat betekent, doordat Zuid-Korea van Portugal heeft gewonnen, dat Portugal en Zuid-Korea door zijn naar de volgende ronde. En dat Uruguay dus ook is uitgeschakeld. Dit is op dit moment de voorspellers top 8. Voor de mensen die dat niet weten, in de beschrijving is de volledige stand te vinden. Tenminste een linkje naar de volledige stand. Stan staat bovenaan met 38 punten. Dan komt Piago en Kars met 37 punten. Sven staat vierde met 35 punten. Dan kom ik zelf met 31 punten. En dan hebben Mikey, Rins en Martin alle drie 30 punten. En staan alle drie op de zesde plaats. Dan gaan we de volgende wedstrijd voorspellen. En alsjeblieft, hou deze volgorde aan, want dat maakt het mij zoveel makkelijker. En ook niet heen en weer wisselen. Gewoon zoals het hier staat, dat maakt het voor iedereen makkelijker. Nederland tegen Amerika. Engeland tegen Senegal. Argentinië-Australië. Frankrijk tegen Polen. Japan tegen Kroatië.
Marokko tegen Spanje, Brazilië tegen Zuid-Korea en als laatste Portugal tegen Zwitserland. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ben alsjeblieft snel met reageren, want dan ben je nog op tijd voor de eerste wedstrijd. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.